Waarom worden nieuwe oplossingen tegen kanker vaak jarenlang tegengewerkt? Dit is de Universiteit van Nederland. U ziet hier een smartphone. U kent hem allemaal. Wie heeft er geen? Kijk, het is net als mijn vrouw, die zegt ook, die dingen hoef ik niet te hebben. Maar de meesten van u hebben hem. Hoe lang geleden is de chip die hierin zit en die de basis is van de smartphone uitgevonden? 10 jaar? 20 jaar? 30 jaar? 40 jaar geleden. Waarom heeft het dan zo ongelooflijk lang geduurd voordat we met deze dingen rondlopen? In eerste instantie moet je iets uitvinden, iets nieuws, vernieuwing. Vervolgens moet de vernieuwing uitgetest worden, die moet gevalideerd worden. En daar heb je professoren voor. Die kunnen dat heel goed. Althans, de meesten. Maar dan moet je het verkopen. Implementeren, vernieuwen, valideren, verkopen. En dat wordt door veel professoren niet gedaan, want ze hebben daar gewoon niet genoeg ervaring mee. Daar heb je andere mensen voor nodig, daar heb je verkopers voor nodig. Ik bedoel, je hoeft een professor hoef je geen auto te laten verkopen. Die kan vertellen, ja, die motors is en zo, en alle, ik hoor wat, een goed diagnose stellen. Maar laat hem de auto niet verkopen, en dat is het probleem. We moeten dus kijken hoe we die gevalideerde vernieuwingen heel snel kunnen verkopen. En u zult zich afvragen van, ja, waarom zeg ik dat allemaal? Ik ben radioloog, ik maak kanker zichtbaar, ik vecht tegen kanker met beelden. En we hebben fantastische technieken in de afgelopen 35 jaar ontdekt en zijn we bezig te gebruiken. 35 jaar geleden als radioloog, toen hadden we alleen maar een beetje röntgenstralen en nu hebben we driedimensionele echografie. We kunnen een foetus kunnen we in drie dimensies kunnen we bekijken, kunnen nog zien of het een jongetje en een meisje is ook. Dat heb ik vroeger een keer gedaan bij een van mijn nichtjes en dat is dus niet goed gegaan. Dat was een heel oud echoapparaat, maar nu gaat dat gewoon perfect. Je kan goed voorspellen, jongetje, meisje. Je kan goed allerlei dingen zien. We hebben de CT-scan. 30 jaar geleden bestond de CT-scan nog niet. Je kunt zich niet voorstellen, hè? 30 jaar geleden bestond er geen CT-scan. We hebben de MRI, we hebben PET-scans. We hebben fantastische functionele MRI om te laten zien waar de kanker zit en hoe agressief die is. We hebben ijzercontrast om te laten zien of er hele kleine 2 mm uitzaaiingen in klieren zitten. En wat wil je ermee? De patiënt behandelen. Dat wil je graag gaan toepassen. Ik wil al die mooie technieken wil ik gaan toepassen. Maar dat gebeurt niet. Veel van de gevalideerde innovaties blijven in de la liggen. En professor zegt, vernieuwing, valideren. Leuk, artikel. Ah, nieuwe vernieuwing, nieuwe validatie. Weer een artikel. En voor je het weet is de la vol met gevalideerde innovaties. Haal die dingen uit de la. Het duurt mij veel te lang. Ik hoop niet dat ik kanker krijg, maar de kans is 1 op 3. En als ik het krijg, wil ik dat die fantastische technieken, die vandaag gevalideerd zijn, dat ik die morgen kan gebruiken. Dat willen we toch allemaal? Waarom duurt het dan te lang? Ja, die professoren die hebben niet zoveel verstand van implementeren. En er zijn heel veel implementatiebarrières. En daar wil ik het nu met u over hebben. Waarom duurt het zo lang en wat zou je daaraan kunnen doen? Het eerste is, als een vernieuwing gevalideerd is, zeker als het om een apparaat gaat, om een laserdraad waarmee je tumoren beeldgestuurd weg kan branden, of om een vriesnaald waarmee je diezelfde tumor weg kan vriezen, dan moet dat goedgekeurd worden. Dat heet een CE approval. Daar moet naar gekeken worden. Dat is natuurlijk heel belangrijk of het dingetje inderdaad wel goed is en of de patiënt er geen onnodige schade toe krijgt. Datzelfde geldt voor contrastmiddelen. De EMEA, de FDA moeten dat goedkeuren. Alleen dat is een lang bureaucratisch proces.
En contrastmiddelen worden over het algemeen beschouwd als geneesmiddelen. Dus het is hetzelfde als een hockeywedstrijd met voetbalspelregels. Ik weet niet of hockey speelt, maar dat gaat met voetbalspelregels niet goed. Oké, dus dat is op zich een heel groot probleem. Goedkeuring duurt lang. Nou, als je dan het al goedgekeurd hebt, mag gebruiken, dan is de volgende barrière is vergoeding. Vergoeding binnen reguliere zorg. Nieuwe dingen moeten eerst op de lijst komen van het Zorginstituut Nederland, NZA. Het moet goedgekeurd worden. En dat is ook belangrijk. Je moet niet alle nieuwe dingen zomaar in de maatschappij gooien. Je moet kijken of het inderdaad goed is. Je moet kijken of het kosten reduceert. Maar zelfs als dat zo is, dan duurt het nog best wel lang voordat het uiteindelijk voor goede zorg is. De grootste barrière, daar ben ik zelf. Mijn collega arts. Ja, hoe is dat nou? Wij artsen zijn redelijk conservatief. En dat is maar goed ook, want we hebben te maken met levens van patiënten en we willen de patiënt zo min mogelijk schade berokkenen. Dus, wat doen we? We zijn erg conservatief, voorzichtig. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Dus nieuwe dingen moet je toch wel echt heel zeker weten voordat ze werken, voordat we ze aan de patiënt geven. Dat betekent awareness, kennis over de nieuwe technieken, de gevalideerde innovaties, en vervolgens het ermee om kunnen gaan. Ik gebruik wel eens de metafoor, een boer uit Friesland, dat is helemaal niet negatief bedoeld, die komt voor het eerst in Zwitserland. En dan zegt hij, mijn god, wat moet ik met die bergen? Wat zijn dat voor dingen? Nou, na verloop van tijd leert die bergen kennen dat er ook koeien rondlopen, bloemetjes zijn, dat je er mooi kan wandelen, dat je er leuke dingen kan doen, dat je op vakantie kan gaan. Dus als er nieuwe dingen zijn, dan moet gewoon mijn collega specialist daarmee om leren gaan. En last but not least, moet ik mijn collega de nieuwe technieken, die gevalideerd zijn, leren. Ik moet de techniek van prostaat-MRI aan mijn collega radioloog uitleggen. En je zou zeggen, dat is heel makkelijk, je vertelt het hem één keer. Nee, fietsen heeft u ook niet in één dag geleerd. Dus prostaat-MRI, daar moet je gewoon veel voor zien. En ja, opleiden, hoe moet je dat dan gaan doen? En dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Eigenlijk zou je een netwerk willen hebben, wat verbonden is, waarbij je mensen opgeleid hebt. Dus stel, u bent een radioloog in TT Extra Deel, en u ergens in Zeeland, en u ergens in, nou, noem maar iets, Limburg. En u wil lokaal, wilde u expert worden. U wilt die nieuwe techniek aan uw patiënten geven. Dus je moet het aanleren. Wat zou mooi zijn als u door een referentiecentrum, een opleidingscentrum begeleid wordt. U komt in Nijmegen, komt bij mij die techniek leren. Dat doet u een week of twee. En uw laborant, dus degene die de foto's maakt, de plaatjes maakt van hem, die komt ook, die leert dat ook. Oké, hartstikke goed. En dan gaat u trainen. Dan gaat u 100-tal onderzoeken, gewoon kijken. Hè. Fietsen moet je eerder leren en dan op een gegeven moment moet je dat vaak doen en dan kan je goed fietsen. Dus u gaat dan 100 onderzoeken gaat u bekijken, begeleid door het expertisecentrum. Ja, dat zou wel eens de oplossing kunnen zijn, maar hoe doen we dat? Dat wil ik u laten zien. We zijn op dit moment bezig om zo'n expertisecentrum op te zetten, waarbij we onderwijs geven, maar waarbij we ook de beste specialisten, want u wordt straks de beste specialist en u wordt de beste specialist, nu de beste specialist in uw omgeving, en wij zijn een netwerk van de beste specialisten gezamenlijk. En dat kan je dus ook niet alleen in Nederland doen, maar ook in Duitsland, Australië en waar dan ook. Je kan in de wereld een Center of Excellence Network gaan oprichten, een expertisecentrum waar je die techniek gaat aanleren. We gaan dus expertisecentrum zetten, misschien kan je nog even teruggaan naar de vorige. Hier ziet u het blauwe bolletje, dat is het referentiecentrum, het centrale centrum wat de techniek aanleert. En daaromheen zitten de expertisecentra die de experts zijn. Wat krijg je? Niet alleen verspreiding heel snel van kennis en kunde, maar ook de beste specialisten kunnen onderling consulteren en naar kanker kijken. Als mijn collega in Brisbane iets niet weet, dan kan hij mij consulteren en dan kunnen we samen die plaatjes kijken. En de patiënt in Brisbane profiteert van mijn kennis en kunde. En omgekeerd. 1 en 1 is 3, we vullen elkaar aan. Dus nu de volgende inderdaad. Wat we op dit moment gerealiseerd hebben is, in diverse delen van de wereld, ongeacht politieke voorkeur, centra opgericht die aan elkaar
verbonden zijn. En de vraag is natuurlijk van, hoe kan je nou onderling de kwaliteit van elkaar bewaken? Ik wil u dat laten zien, dat het eigenlijk door middel van een laptop kan. En ik probeer nu verbinding te maken met Brisbane. U ziet hier, ziet u het icoontje. En ik klik nu naar Brisbane. Nu log ik in Brisbane. Ik moet mijn code intikken. Dat is die. Oké, nu ben ik in Brisbane. Ik kies patiënt 2, want mijn collega Dr. Thompson heeft gevraagd. Kijk naar patiënt 2. Hier zie ik de plaatjes die hij ziet. Ik klik op zijn naam. Ik klik op de afwijking die hij gezien heeft. En ik zie precies waar hij gekeken heeft. Er komt zometeen een rood cirkeltje. Daar komt hij. Daar klik ik op en daar zit de afwijking. Ik kan nu kijken hoe hij gescoord heeft volgens een internationale gestandardiseerde score die ik hem geleerd heb. En dit is een zogenaamde PIRATS 5, een agressieve lesie. En ik kan vervolgens, dat heeft hij dus gediagnosticeerd, en vervolgens kan ik daar zelf naar kijken. En ik kan nu even kijken, klik. Nu kan ik hem zeggen van I approve. Meneer Thompson, u heeft het goed gedaan, ik approve. En hier ziet u nogmaals die plaatjes. In het middelste plaatje bovenin ziet u bovenin het cirkeltje een zwarte vlek. Dat wil zeggen dat daar een gebied zit met een hoge celdichtheid. Dat wil zeggen een waarschijnlijk agressieve kanker. Die zit helemaal voor in de prostaat. Het plaatje daarnaast aan de rechterkant, daar ziet u aan de voorkant ook een beetje een lensachtig grijs gebiedje. En op andere plaatjes wordt dat bevestigd. Dus deze dokter heeft heel goed gekeken. En dat kan ik eigenlijk per internet, kan ik hem meteen zeggen, goed gedaan. Op deze manier kan ik mijn collega in Australië, kan ik, als ware hij mijn assistent, opleiden. Gewoon met die laptop daar. Heel mooi met de server in de cloud. Dat is wat we op dit moment aan het doen zijn. Techniek aanleren. Netwerk maken. Eigenlijk is het hetzelfde als McDonald's. Hè? McDonald's doet hetzelfde. Die zegt van, ik wil een hele wereld een goede burger hebben die een goede kwaliteit heeft en die in Peking, Moskou, Amerika en hier in Amsterdam hetzelfde smaakt. Kwaliteitscontrole, hè? Want dat kan je kan de kwaliteit bewaken. Dat wordt ook gedaan. Het franchise model in de zorg. Alleen, wij hebben de prostaatburger en wij zorgen ervoor dat we geen burgers verkopen, maar goede zorg. De beste zorg die mogelijk is. Nog even iets over kosten. MRI is duur, hè? Hartstikke duur. Wat kost een apparaat? 2 miljoen. Ja, baas, jongen, je hebt hartstikke dure dingen, jongen. Dan zit je nou te praten, MRI is toch hartstikke duur? Voorbeeld van de nanovloeistof, waarmee we hele kleine lymfeklietjes kunnen opsporen. Het middel op zich is prijzig. En het onderzoek is ook prijzig, want je bent toch best wel lang bezig. Je moet de patiënt een infuus geven, je maakt een MRI, die duurt een uur en je moet er zeker 3 kwartier naar kijken. Dus het is best wel een heel prijzig onderzoek. En dan zou je zeggen, ja, nou ja, hartstikke duur, weer meer geld naar de zorg. Ja, maar als je daardoor niet hoeft te opereren om te kijken waar de klieren zitten, en we hebben bewezen dat we die kliertjes beter zien dan de chirurg, dan zou het wel eens kosteneffectief kunnen zijn. Nou, we hebben die analyse gedaan en ja, het is kosteneffectief. Bespaart per patiënt zo'n 1800 euro. Keiharde data. We praten over 9000 patiënten per jaar. Dus voor de BV Nederland zou dit hartstikke mooi zijn. Toch duurt het best nog wel even voordat die techniek geïmplementeerd is. Kanker. Over 20 jaar van een acute dodelijke ziekte naar genezing, of minimaal een chronische ziekte, met de minste bijwerkingen, het kan. Maar het gaat mij te langzaam. Ze noemen mij dan ook niet voor niets snelle Jelle. Oké, what's in a name? I have a dream. Binnen 5 jaar prostaatkankerscreening met behulp van MRI en PSA. Nano-MRI, dat ijzercontrast, wat die kleine lymfeklieren zichtbaar maakt, beschikbaar
in de hele wereld voor alle patiënten. Onmogelijk, zegt u? Wie geloofde John F. Kennedy toen hij zei dat binnen 10 jaar er een man op de maan zou staan en dat hij weer veilig terug zou keren? Toch was het binnen 8 jaar het geval. En dat gaat ook gebeuren met de dreams die ik heb. Mijn dromen zullen werkelijkheid worden. Daar twijfel ik geen seconde aan.